Sinds jaar en dag horen we dat de zogeheten massa-immigratie naar Nederland het gevolg is van het beleid van links en dan met name van de Partij van de Arbeid. Wetenschappers beweren echter het tegendeel. De komst van eerst de gastarbeiders uit Turkije en Marokko en nu van arbeiders uit Midden- en Oost-Europa vond en vindt juist plaats onder centrumrechtse kabinetten. Zijn de twee migratiestromen met elkaar te vergelijken? En heeft de politiek, zowel rechts als links, ook maar iets geleerd uit de lessen van het verleden? Ik praat hierover met Nadia Bourras. Zij promoveert op de Marokkaanse migratiegeschiedenis. Ger Koopmans, hij is Tweede Kamerlid en voorzitter van de commissie die het rapport uitbracht Lessen uit de recente arbeidsmigratie. En Han Ensinger, hoogleraar integratie en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Mevrouw Bourras, er is aan de ene kant de kwestie van immigratie, de komst van mensen van buiten. En aan de andere kant de kwestie van aanpassing ofwel integratie. Als u die periodes vergelijkt, hoe men vroeger tegen de integratie aankeek en nu, is er een groot verschil? Ja, nou als je kijkt naar een recente uitspraak van minister Donner, die heeft gezegd, de Nederlandse overheid is helemaal niet verantwoordelijk voor de integratie van mensen in de Nederlandse samenleving. Dat moet ze vooral zelf doen. En hoe was het vroeger? Nou, vroeger werd er anders over gedacht. Natuurlijk dacht men dat die migratie tijdelijk was. Maar tegelijkertijd was er ook natuurlijk een enorme begeleiding. En werden mensen bijna aan het handje meegenomen om een positie te verwerven was in de Nederlandse samenleving. Was aanpassing daarbij een belangrijke factor? Was dat een belangrijk doel? Aanpassing werd pas vanaf halverwege de jaren 90. Vroeger hoefden ze zich niet aan te passen. Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, de nadruk was natuurlijk op positieverbetering en een sterke sociaal-economische positie. Maar tegelijkertijd werd er heel veel aandacht besteed aan behoud van de eigen cultuur. En werd die culturele achtergrond werd ook aangemoedigd. Komen we nog uitgebreid over te spreken. Meneer Koopmans, de recente komst van werknemers uit Midden- en Oost-Europa is natuurlijk een heel andere migratiestroom. Hè? Ja. Dan die van Turken en Marokkanen in de tijd. Maar lukt het dit keer beter om het allemaal in goede banen te leiden? Nee, ik denk dat we dat niet goed gedaan hebben. Er zijn drie grote problemen die wij als commissie van de Kamer hebben geconstateerd. Eén, de huisvesting is niet op orde. De registratie is niet op orde. We weten helemaal niet hoeveel dat er zijn. En het derde is, er zijn bijna 6000 malafide, dus niet goed en buiten de regels werkende uitzendbureaus. Nou, dat zijn drie grote problemen die we eigenlijk hadden moeten oppakken. En wij hebben nu als Kamercommissie gezegd, daar moeten we mee aan de slag. We moeten aan de slag. Komen we nog ook weer op. Meneer Ensinger, werd de komst van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders inderdaad vooral gestimuleerd door de PvdA, zoals we steeds maar horen van meneer Wilders? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat destijds degene die het meest stimuleerde waren de werkgevers. Want die hadden tekorten met name aan laaggeschoolde arbeidskrachten. En die hebben aanvankelijk, tegen het eind van de jaren 60, hebben ze vooral op eigen houtje mensen uit de verschillende landen zitten halen. Uh-huh. Bedrijven hebben dat zelf gedaan. Toen werd dat een beetje chaotisch en toen heeft de regering ingegrepen en de boel beter georganiseerd. Ja. En in die periode hadden we een regering waar inderdaad vooral CDA en VVD in zaten. Okay, laten we even kijken naar hoe vooral rechtse politici over migranten spraken. Die mensen mogen dan hier hun godsdienst, hun cultuur allemaal optimaal beleven. Dat is een totaal andere leefgewoonte als die van de eigen Nederlanders. En daardoor komen de eigen Nederlanders gewoon in levensnood. En als ik dan allemaal zie wat die politieke partijen doen, de grote partijen hebben hier totaal geblunderd. We moeten eerst eens met elkaar discussiëren, meneer Witteman. En het is met name de Partij van de Arbeid en die hele linkse kerk, de journalistiek heeft er ook aan meegedaan, die jarenlang verhinderd heeft dat hier de echte problematiek kon worden bediscussieerd. Ja. En voor het eerst sinds jaren kan een politicus dit aan de orde stellen zonder dat hij achter slot en grendel verdwijnt. Ja. Het is een bloody shame. En dat terwijl de immigratie het resultaat is van het regeringsbeleid. Het gevolg van de beslissing om de sluizen wagenwijd open te zetten. Maar als het gaat om het stemvee van de Partij van de Arbeid, dan is het ineens oogjes dicht en snaveltjes toe. Meneer Ensinger, hoe komt het eigenlijk dat rechts zo succesvol is in het neerleggen van de schuld bij links en die linkse kerk als het om arbeidsmigratie gaat? Tja, wist ik het maar. ik zou het werkelijk niet weten, want het is wel degelijk een soort verdraaiing van de feiten. Hoe liggen die feiten? Als we bijvoorbeeld kijken, u zei zo net werkgevers, worden vooral vertegenwoordigd door de VVD. Is er in de VVD een soort eensgezindheid over hoe men over migratie denkt of dacht?
Ik denk dat de eensgezindheid tegenwoordig wat groter is dan vroeger. Kijk, als we toch even eerst 40 jaar teruggaan in de tijd, hè, naar de periode waarin de Turks en de Marokkaanse gastarbeiders geworven werden. Was uitdrukkelijk bedoeld, je zei het eigenlijk ook al, als een tijdelijke werving, als een tijdelijke aanwezigheid. En ze zouden teruggaan. En daar was iedereen het eigenlijk over eens. Inclusief de mensen zelf. Dat was inclusief in feite alle partijen in de Tweede Kamer. Het is alleen anders gelopen in die tussentijd. En dat kwam vooral omdat de noodzaak om een beroep te doen op die mensen wat langer duurde dan voorzien was. Dus waarom zou je de mensen laten gaan als je ze eigenlijk nog nodig hebt? En dat kwam ook omdat ze na verloop van jaren bepaalde rechten opbouwden. Het recht op gezinshereniging, het recht om hun kinderen te laten komen. En ja, dat waren nogal grote gezinnen. En toen werd het permanente migratie. Ja, maar dus. Sommige mensen zeggen ook dat binnen de VVD er een discussie gaande is tussen de liberalen. Die wat makkelijker nadenken over migratie en de meer conservatieve. Nou ja, eigenlijk al sinds de oprichting van de VVD, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, zie je dat die twee stromingen een beetje om voorrang strijden. Hè? Aan de ene kant de echte liberale markteconomen van vrije en open grenzen. En aan de andere kant de meer conservatief-nationalistische stroming. En ik denk dat in bijvoorbeeld de jaren 80 en 90 de wat meer liberale stroming de overhand had. Ja. Maar sinds het paarse experiment, wat natuurlijk ook duidelijk waar de paarse stroming dominant was, is dat behoorlijk omgedraaid. En op dit moment is veel meer de nationalistische stroming nationalistisch aan de macht. En die zie je inderdaad roepen om afscherming, klagen over massa-immigratie van ik weet niet wie, maar die beginnen een taalgebruik aan te nemen dat 20 jaar geleden, ook in VVD, ging het totaal niet voor. Ik denk wel zo zijn. Meneer Koopmans, we komen nog uitgebreid te praten voor de Oost-Europeanen zelf, maar u bent zelf ondernemer geweest en u bent nu politicus. Zijn het niet vooral ondernemers die belang hebben bij goedkope arbeidskrachten? Nou, ik denk dat ondernemers kunnen zijn, maar het kan ook de samenleving zijn. Maar laat ik zeggen, ik was afgelopen week met mijn moeder in het ziekenhuis. Die heeft daar een paar dagen gelegen. En die werd later ook geholpen door een Vlaams sprekende interniste van Marokkaanse afkomst. Ja, weet je, wie heeft er voordeel van of nadeel van? Ja. Ik vind ook die hele discussie of nou links of rechts, daar de schuld van heeft, vind ik echt een flauwekul. Waarom? Want ik denk dat alle politieke partijen vingerafdrukken hebben zitten aan het hele dossier. Maar meneer Wilders zal het niet met u eens zijn, hoor. Ja, die heeft er ontzettend veel belang bij om het Aldemar te hebben. Maar dat moet hij zelf weten, maar zijn vingerafdrukken zitten daar. Maar daar werkt hij niet samen, dus weet u het zelf ook een beetje. Nee, maar dat is nog bizarder. Dan is het alsof het allemaal erg is. Dat bedoel ik helemaal niet. Het gaat mij allereerst om de schuld. Ik vind een hele rare vraag. Want alle politieke partijen hebben de afgelopen jaren op allerlei momenten meegedaan aan het openstellen van grenzen. Als je het in Europa hebt, is het de christendemocratie, sociaaldemocratie, liberalisme hebben er allemaal, de conservatieve stroming hebben er allemaal aan meegedaan. In Europa vanuit een, zeg maar, ook een vrede- en veiligheidsgevoel voor Europa. Vrij verkeer van personen, prima. Maar veel belangrijker is dat je met elkaar nadenkt over wat zijn negatieve gevolgen voor Nederlanders, voor mensen die hier naartoe komen. En hoe kun je dat, om het inderdaad, zoals wij in ons rapport ook hebben gezegd, in goede banen leiden. Ja. Laten we even teruggaan in de geschiedenis. Hoe kwam men in de jaren 70 en 80, zoals je zei, op het idee dat het goed was voor bijvoorbeeld Marokkanen en Turken om hun eigen cultuur te behouden, die eigen taal en cultuur? Nou, dat was zeker in de jaren 70, het begin van die grote toestroom van migranten uit Turkije en Marokko, was het belangrijk dat mensen warme banden hielden met het land van herkomst. Vanwege die tijdelijkheid, zei u al. Omwille van een soepele terugkeer, want het idee was, ze gaan terug en dan moeten ze daar ook makkelijk weer inpassen in die samenleving. Daarna bleef datzelfde idee nog altijd bestaan, maar dan veranderde wel de visie. Namelijk dat een sterke culturele identiteit helpt migranten om beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Wat hield dat beleid dan concreet in? De Nederlandse overheid is daar vrij ver in gegaan, vind ik zelf. Ik bedoel,
Denkt u bijvoorbeeld aan onderwijs in eigen taal en cultuur? Denkt u bijvoorbeeld aan subsidieverstrekking aan migrantenorganisaties? Het was namelijk zo dat hoe authentieker de cultuur werd voorgesteld, hoe groter de kans was dat men geld kreeg. Ja, het werd heel erg in stand gehouden. De koestering het van die eigen... Het klinkt nu helemaal bizar, hè? Het is heel bizar. Kijk, ik geloof... Het gaat ook heel vaak in migratiebeleid en integratiebeleid om onbedoelde effecten. Ja. Natuurlijk heeft men niet bedacht, we laten ze die cultuur koesteren, omdat ze dan nog altijd de blik richt op het vaderland. En meneer Ensinger, u was een van de eersten die zei dat behouden van de eigen cultuur is eigenlijk geen goed idee. En toen viel iedereen erover. Ook klopt. Links viel erover. Ja, kamerbreed, zo gezegd. Ja. Kijk, ik heb het misschien iets subtieler gezegd. Ik heb niet gezegd, het is geen goed idee. Als men dat wil, prima. Maar het is geen goed idee dat de overheid dat stimuleert. Klopt. En de voorbeelden die je net gaf, dat zijn allemaal voorbeelden waar de overheid het stimuleert. En we moeten ook niet vergeten, ik zou toch willen zeggen, dat is ook een beetje tegen meneer Koopmans, dat de kampioen van cultuurbehoud, zeker in de jaren 80, was toch wel het CDA. Het was toen een grotere partij dan nu, het spijt me voor u dat ik het moet zeggen. Maar die zat in het centrum van de macht. En die legde ook wel parallellen natuurlijk toch met de zo vertrouwde verzuiling, de soevereiniteit in eigen kring. En dat in combinatie, de gedachte daaraan dat dat... Dat is geen staatsgeoriënteerde opvatting. Nee, die hebben we ook nooit gehad. Ik heb nog steeds geen problemen met het feit dat mensen zelf met hun eigen cultuur aan de slag zijn. Alleen maar niet de overheid. Door de overheid. Nee, als de overheid, exact, ja. Dan maar. Ja. Maar ja. Dat is de fout die gemaakt is. Dat was toen ook niet alleen in het verzuilingssysteem. Stelde de overheid wel financiële middelen beschikbaar aan de verschillende groepen om zelf die eigen cultuur verder vorm te geven. Vanwege die tijdelijkheidsmythe. Maar wist de PvdA dat bijvoorbeeld, om toch nog maar even op die links- en rechtsdiscussie te komen, dat ze hier zouden gaan blijven? Nou, de PvdA heeft zeker in het begin van de jaren 70 altijd gezegd van, nou, we willen juist dat die rotatiesysteem heel belangrijk blijft. Rotatiesysteem. Nou, dat betekent dat mensen hier komen werken en dan een kort contract hebben van 2 jaar en dan weer teruggaan, dan komen weer nieuwe mensen. Nou, dat wilden de werkgevers beslist niet, omdat ze... De werkgevers wilden dat niet. Omdat ze vonden dat ze dan weer nieuwe mensen moesten inwerken. Nou, dat schiet allemaal niet op. En natuurlijk was VVD natuurlijk de belangrijkste partij die dat natuurlijk ook bepleitte. Dus het is volgens u wel een links-rechts discussie? Nou, ik vind het in die zin niet belangrijk om de schuldvraag te poneren, want dan lijkt het alsof er een complot aan de gang is. En dat is natuurlijk niet waar. Wat ik wel belangrijk vind, is dat het recht wordt gedaan. Ja, maar dan lijkt het ook alsof we praten over misdaad. En migratie is dat niet. Maar vind ik belangrijk, het is wel belangrijk in de discussie in Nederland. Absoluut. Om vast te leggen dat rechts even goed heeft bijgedragen aan die massa-immigratie. Ik vind het wel belangrijk in die zin, omdat er recht moet worden gedaan aan de historische werkelijkheid. Aan de andere kant heeft ook links heel lang zelf geloofd dat zij verantwoordelijk waren voor de massa-immigratie. En ik ben heel blij dat de Partij van Arbeid recentelijk met een artikel is gekomen. Tot de ontdekking is gekomen dat ze dat helemaal niet waren. Ze zijn eindelijk wakker geworden. Ik denk, als ik toch nog even hier mag doorgaan, afsluiten, dat alle drie de grote partijen, althans de grote partijen van vroeger, moet je tegenwoordig zeggen, een eigen invalshoek hebben gehad. En dat die drie bij elkaar opgeteld heeft geleid tot de situatie waar we zijn. De VVD was dan misschien primair geïnteresseerd in de arbeidskrachten. Het CDA wilde vooral de verschillende culturen respecteren en ondersteunen. En de PvdA was vooral geïnteresseerd in het verlenen van rechten. En om die reden ook verblijfsrecht, sociale zekerheid, kiesrecht ook. En om die reden, denk ik, kun je, als je die drie bij elkaar optelt, dat leidt een beetje tot de situatie waar we uiteindelijk terecht gekomen. Laten we even kijken naar de huidige situatie, de komst van Oost-Europeanen. Hoe vindt u het nou eigenlijk dat wij Nederlanders Polen hier naartoe moeten halen om deze klus op te knappen? Terwijl we tegelijkertijd in deze streek mensen hebben die werkloos zijn. Ja, dat is een goede. Die werklozen, we hebben het er heel vaak gehad. Maar die willen, die zeggen we krijgen een uitkering. En, Er zit niet een enkele Hollander of Zuid-Limburger tussen? Nee, geen één. Geen één? Nee. Wel eens geprobeerd? Ja, vaak genoeg. En dan komen ze 2 dagen, 3 dagen zijn ze en dan zeggen ze bedankt. Toch bizar eigenlijk, hè? Dat is heel bizar. Maar dan zeggen mensen, het wordt onderbetaald. Nee, dat is dus echt niet waar. Want wat krijgen ze? De minimale loon. Ja, het minimumloon. Ja, minimumloon. Ja. Meneer Koopmans, dat rapport van uw commissie ging over deze nieuwe migranten. Wat was de aanleiding van het rapport? Nou, de aanleiding was een heleboel beelden die in Nederland
gebruikt werden van wethouder Noorder die in Den Haag zei, er is een tsunami aan Oost-Europeanen. Tot mensen die zeiden, alle ongelukken worden veroorzaakt door dronken Polen. Anderen zeiden, zonder Polen kunnen we helemaal de oogsten niet meer binnenhalen en kunnen we helemaal niet meer de werkgelegenheid op peil houden. Allemaal beelden waarvan je moet zeggen, nou, als parlement zou het niet eens goed zijn. Wat is er nu echt aan wat, de hand? Wat zijn nou echt de feiten? Ja, en die hebben wij op een rij gezet. Welke aanbevelingen waren er? De belangrijkste? Nou, de belangrijkste aanbevelingen zijn dat wij vinden dat de registratie beter moet. Want we weten echt niet hoeveel dat er zijn. Tijdens ons onderzoek ging de regering zelf, die eerst ons in allerlei rapporten liet weten dat er ongeveer 200.000 waren. Toen kregen we net 2 weken voor het afsluiten van ons onderzoek een brief dat er waarschijnlijk toch 300.000 waren. Nou weet je, 100.000 mensen, dat zijn ook 40.000 huizen. Uh-huh. Daar moet je dus over nadenken. Dus als je niet weet hoeveel dat er zijn, heb je ook de huisvesting niet goed op orde. Daar is veel over gepraat, over huisvesting in de afgelopen jaren. Maar oud-wethouder Schaefer van Amsterdam zei het al, in Gelul kun je niet wonen. Dus er moet niet alleen beleid gemaakt worden, maar er moeten huizen gebouwd worden en woonvoorzieningen gecreëerd. Maar wat gaat er gebeuren met die aanbeveling? U zei net over die huisvestingen, dat is miserabel. Dat komt sowieso nu dan in het nieuws, hè? Wat recentelijk nog die champagne. Ja, soms is het ook dat de mensen het zelf willen, hoor. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, wat gaat er nog aan gedaan worden? Prima, wat gaat er aan gedaan worden? Nou ja, wij hebben dat tegen het kabinet gezegd. De Polenhotels. Nou, dat is een suggestie die in sommige plekken, de gemeenteraad moet dat zelf weten, zou dat best iets kunnen zijn. Maar wij zeggen ook, je moet opletten, wat je nu vaak ziet, tenminste in de agrarische sector, dat mensen op het erf zitten. Dan maak je wel eens mee dat er een hele, afhankelijke relatie is tussen werk en wonen. En dan loop je weer risico's op uitbuiting. Daar hebben we ook een paar schrijnende voorbeelden in Nederland van gezien. Die moet ook aangepakt worden. Nou, wij zitten met name ook op het punt van de uitzendbureaus. Er blijken dus 6.000 malafide uitzendbureaus te zijn, waar 100.000 mensen werken. Ja. En die worden op een manier. Maar die uitzendbureaus, dat is een bekend probleem dat moet worden aangepakt. Maar dat zal niet verhelpen dat die mensen hoe dan ook linksom of rechtsom zullen blijven komen. Nou, dat is ook een van onze conclusies. Er zullen arbeidsmigranten in Nederland blijven. Dat is een unanieme conclusie van onze commissie. Ja, meneer Hensinger? Nou ja, eigenlijk ook over die uitzendbureaus. Want u heeft dat terecht aan de kaak gesteld. Maar het was natuurlijk niet een nieuw probleem. Het was al lang bekend. Slechte huisvesting, dat zijn voor mijn gevoel echt de 2 grootste knelpunten. Waarom is daar in de afgelopen jaren eigenlijk zo verschrikkelijk weinig aan gedaan? Want de overheid heeft mogelijkheden om daar op te treden. Om de bureaus beter te controleren. Wat er speelt op het gebied van huisvesting, dat is dat zeker een aantal regio's die nog niet zelf een soort van welkom neerzetten naar die arbeidsmigrant, terwijl die wel economisch gezien blijkbaar noodzakelijk is, die hebben de huisvesting niet goed geregeld. Mm-hmm. Sommige regio's, in Noord-Limburg zie je het een beetje, heeft men een veel warmer welkom naar die arbeidsmigranten en is er veel meer daadwerkelijk maar ook huisvesting geregeld. Maar is het niet een taak van de overheid dan toch lokaal of nationaal wij zijn dus op werkbezoek geweest en in Den Haag zei men, ja, maar we kunnen gewoon niet allemaal die mensen uit Westland hier opvangen. En in het Westland zeiden ze, ja, maar wij maar kunnen toch niet allemaal alsof het allemaal regionaal opgelost moet worden. En door de gemeente dat daar iets aan gedaan moet worden. Ja, maar de vraag is of de landelijke politiek zich ermee moet bemoeien. Onze conclusie is, het Rijk moet regie nemen en moet gemeenten en regio's verplichten dat daar huisvesting gerealiseerd wordt. Dus niet alleen maar over praten van de buren doen het wel of de buurgemeente doet het wel. Nee, elke gemeente moet daarin zijn taakstelling oppakken. Ja. En Polen zitten en Oost-Europeanen zitten in heel Nederland. Ja. Overal. Van de visserij tot in de Eemshaven, van de landbouw tot in de transport, overal. Laten we een blik werpen op de toekomst. Hoe doen andere landen het als het om migratie gaat? Doel van het werkbezoek is om te kijken hoe ze in Canada omgaan met immigratie en integratie. Verdonk wil onder meer te weten komen hoe dat land talentvolle immigranten weet binnen te halen die de economie kunnen versterken. Iets dat Nederland ook wil gaan doen. Als iedereen zit, hebben we het ook nog over iets waar Verdonk zelf veel voor voelt. Het puntenstelsel voor immigranten. Canadezen gebruiken het om vast te stellen of een immigrant van nut kan zijn voor de economische ontwikkeling van het land. De opleiding levert zoveel punten op.
Je kennis van de Franse en Engelse taal, want het is tweetalig natuurlijk in Canada, levert zoveel punten op. Je leeftijd levert punten op. Je manier van om jezelf aan te kunnen passen levert punten op. Dat hebben wij nooit zo gedaan. Nou, als we dat gaan doen, ja, dan kun je ook veel positiever zijn over de mensen die, die dan in ons geval naar Nederland toe komen. Want die hebben ook veel meer kans om het ook te redden. Maar de vraag was, wie zijn het wel? Aan wie denkt u als u het heeft over kansrijke migranten die een verrijking van onze samenleving zijn? Dat zijn mensen waar wij behoefte aan hebben. Die wie zijn dat? Dat kunnen kenniswerkers zijn. Wie zijn dat? Ja, zijn dat Chinezen, Thailanders? Dat kan vanuit de hele wereld zijn. Maar dat zijn mensen... Dat maakt niet uit, bedoeld. Waar ze vandaan komen, maakt niet uit. Nee, mij niet. In die zin dat ik denk dat we moeten openstaan voor mensen die hun kwaliteiten meebrengen om ons land een stuk verder te brengen. Meneer Koolmans, dat was een gênant moment voor het CDA. Nee, het is geen gênant moment. Het is gewoon, wij hebben een drieslag. Wij willen vinden dat je open moet staan in Nederland voor echte vluchtelingen. Je moet de deur dicht houden voor gelukzoekers. Ja, nee, het en je vraag, moet een verstandig moment... Ik vraag niet zijn punten te herhalen. Ik nee, vraag, ik, nee, maar de vraag niet? Betrekking, het gaat om het beleid. Mijn vraag heeft betrekking op de situatie waarin meneer Gert Leers zich hier aan het verontschuldigen is voor zijn grootste gedoogpartij. Nee, omdat hij niet uit mag spreken in het programma Paul Witteman. Is het dan gênant? Nee. Hij heeft als beleid uitdrukkelijk die drie slag. Nee tegen de gelukzoeker. Ja tegen mensen die echt in de problemen zitten in de wereld. En wij moeten ook met elkaar kijken op welke wijze we mensen die een bijdrage kunnen leveren aan onze economie of aan onze gezondheid. Ja. Ik zei het straks al. En als je binnen Europa kijkt, dan is het natuurlijk een hele andere discussie. Want daar hebben we gewoon vrij verkeer van personen. Dat is een grondrecht waar ook Nederlanders naar het buitenland toe veel gebruik van maken. Zou het Canadese model hier in Nederland werken? Zou het nodig zijn? Om al die mensen binnen te laten die we echt nodig hebben? Ik heb wel eens onderzoek gedaan naar het Canadese model en de toepasbaarheid in Nederland. Maar Nederland zit natuurlijk toch wel een beetje anders in elkaar. Wij hebben op dit moment... Kijk, het Canadese model is bedoeld om mensen die de arbeidsmarkt nodig heeft... Om zoveel mogelijk mensen toe te laten die goede kansen op de arbeidsmarkt hebben. Maar op het moment dat ze binnenkomen, hebben ze nog geen baan. Ik denk dat daarvoor in Nederland niet zoveel handen op elkaar te krijgen zijn. Wij laten wel hooggeschoolde arbeidsmigranten toe. Maar alleen in... op verzoek van werkgevers. Dus alleen al mensen die op het moment dat ze binnenkomen al een baan hebben. Er zitten misschien wat uitzonderingen op, maar dat is het principe. En het bedrijf moet zich dan ook garant stellen. En wij hebben in vergelijking ook met andere Europese landen een buitengewoon soepele kennismigrantenregeling. Ja, maar het algemene idee dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dat je de taal al moet kennen en je moet, dat is een soort puntensysteem in het algemeen. Dat zou in Nederland dat gevoel dat het allemaal gelukszoekers zijn enzovoorts een beetje weg. Maar kijk, als het gevoel niet klopt, dan kan je wel zeggen, ja, je zou het wel kunnen wegnemen. Maar er komen, ik hoor meneer Koopmans ook weer praten over gelukzoekers. Er is geen titel waarop gelukzoekers als migrant tot Nederland worden toegelaten. We hebben van de mensen die naar Nederland komen, is ongeveer 30% is Nederlander, die moet je sowieso toelaten. 40% komt van andere landen uit de Europese Unie, die moet je de facto ook sowieso toelaten. En de resterende 30%, daar zitten onder de kenniswerkers die we graag willen hebben. De asielzoekers die je op grond van verdragsrechtelijke verplichtingen niet mag afwijzen. Waarom worden we dan zo gehamerd op de gelukzoekers? En gezinshereniging. Omdat er natuurlijk die er niet zijn. Een deel onder de titel asielzoeker hier naartoe komt die gelukzoeker is. Dat is toch al voorbij. Dat is toch al lang uitgezuiverd. Ik bedoel, ze komen wel, maar... Ja, maar dat bedoel ik. Ja, maar dat is wat ik zeg. Over hoeveel mensen hebben we het dan? Dat gaat er over 10.000 per jaar. En die krijgen nee te horen. Er worden per jaar in Nederland 15.000 asielaanvragen ingediend, waarvan een relatie... Ja, maar het zijn een aantal dubbels. En er zijn er een heleboel die aan de deur komen en daar al meteen denken, wegwezen hier. En er zijn dan... maar dan komen ze toch niet? Dan ja, zeker. En nogmaals, het gaat me niet om of het 10 of 20 zijn. Nederland, ik denk dat het gewoon een verstandige lijn is. Kunt u hier iemand veel meer toegelaten? Nederland heeft je moet wel naar de cijfers kijken. Nederland heeft behoefte aan migranten. Hooggeschoolde migranten, maar ook laaggeschoolde migranten. We hebben het gezien. Ook in de tuinbouw, et cetera. Hebben we daar aan behoefte? En
dat is gewoon zo. En straks, we hebben nu te maken met een toestroom uit de moerlanden, de zogenaamde moerlanden. Moerlanden, dat zijn Midden-Oost-Europese landen. Ja, en, maar ook die landen kampen met, met vergrijzing. Dat betekent dat ze zelf behoefte hebben aan hun eigen mensen. Dus straks komen ze niet meer. En dan moeten we het toch hebben van de mensen uit Noord-Afrika misschien. Want daar hebben we te maken met een enorm overschot aan jonge mannen en vrouwen. En dat maakt meneer Gerbleers helemaal niet uit waar ze vandaan komen. Hij zei, meemaakt er niet uit. Ik vind dat we daar nog wel een stap voor moeten zetten. Namelijk dat wij in Nederland, we hebben in Nederland 1 miljoen mensen die in, zeg maar, in een uitkeringssituatie zitten, waarbij er echt honderdduizenden zijn die, die wel zouden kunnen. Ja, maar u gaf zelf het voorbeeld van het ziekenhuis waar uw moeder was en waar een Vlaamse werker aan de slag ging. Wat denkt u nu dat de politieke uitdaging is als die mensen nu uit Oost-Europa hier zijn en ze bouwen rechten op? Dat betekent dat ze blijven, maar ook in tijden misschien van economische tegenspoed. Wat doet u dan als overheid? Geeft u die mensen dan recht op sociale voorzieningen? Die hebben ze ingevolgd het Europese recht. Daar is gewoon recht op een aantal voorzieningen. Er zijn hele strikte regels voor. We hebben als aanbeveling, als commissie wel gezegd, denk goed naar Europa of dat met die grote stromen die er nu zijn, die ook waarschijnlijk zeker niet kleiner worden, of dat we op het gebied van inburgering, op het gebied van de sociale zekerheid, ook op het gebied van bijvoorbeeld informatievoorziening over en weer met betrekking tot criminaliteit, of je daar niet met elkaar nog eens over zou moeten praten, of dat je daar niet inburgering, is ook een interessant onderwerp, waar we nu geen eisen mogen stellen aan Europese burgers. Maar u zei zelf ook dat Europa, de Oost-Europeanen, nog eens goed u naar. Zei ook dat het misschien wel prettig zou zijn als de Oost-Europeanen Nederlands zouden kunnen leren spreken. Ik denk dat het voor iedereen goed is dat je de taal spreekt in je omgeving. Eigen verantwoordelijkheid, daar begint het mee. Het is natuurlijk heel bijzonder als je zegt, ik ga naar een ander land en ik ga naar China en de Chinezen moeten mij de taal maar even leren. Geef het soort arbeidsmigranten zie ik ze dat niet kunnen betalen. Ik denk als dat vooral werkgevers maar en werknemers daar zelf een rol dat ze in belabberde situaties gehuisvest zijn, dat ze enorm worden uitgebuit. Nee, en u wilt ook dat ze niet laten. Er zijn een heleboel arbeidsmigranten die het heel goed doen en waar geen enkel probleem mee is. Alleen, we hebben ook uitbuiting gezien, we hebben overlast gezien, we hebben problemen gezien, daar moeten we wat aan doen. Maar het is een eerste verantwoordelijkheid van mensen zelf om te zorgen dat als je zelf, je komt hier naartoe om te werken, dat je dan ook moeite doet om je goed verstaanbaar te maken. Maar in uw rapport staat toch dat 75% van de Polen dat graag wil, niks anders liever wil dan Nederlands leren. Dus wat is het probleem? Maar de vraag was of dat probleem betalen of niet. Nee, ik vind dat geen staatstaak. Nee. U vindt het geen staatstaak? Nee. U vindt het wel een staatstaak dat ze fatsoenlijk gehuisvest worden? Nee, wij vinden het een verantwoordelijkheid van het Rijk dat er woningen komen. Maar de betaling daarvan, dat moeten natuurlijk mensen zelf doen. Net zoals u en ik die gewoon de huur moeten betalen. Ja. En wat natuurlijk ook speelt, een heleboel Polen en Bulgaren vinden het eigenlijk helemaal niet erg om met z'n acht op een kamer te zitten. Zelf niet. Nou, nee, omdat ze hier tijdelijk zijn. Ja, maar we hebben met zoveel gesproken. Ja, ze zeggen het is wel zo prettig omdat het lekker goedkoop is. Zeker als ze niet zo lang. Dat wil niet zeggen dat ze het prettig vinden. Zeker omdat ze niet zo lang, die groep die niet zo lang is. Hun buren. Die wel. En daarom hebben wij gezegd, daarom omdat alleen al het feit dat als mensen weten in een straat dat er in een huis acht Bulgaren op één kamer zitten, Dat geeft al een gevoel van overlast. Ja. En het kan ook feitelijk overlast zijn. En daar moet je dus wat aan doen. Want wij vinden dat niet alleen gelijk loon, gelijk werk, gelijk loon, maar dat je ook Nederlandse maatstaven moet hebben bij huisvesting voor iedereen. Ja. Even ook voor mensen die hier op bezoek komen. Afrondend. Om hoeveel migranten ging het weer uit Oost-Europa? Er zijn er nu naar schatting 300.000. En wat er in de komende jaren gaat komen, extra, de schattingen lopen uiteen van ongeveer, bij wijze van spreken, amper groei tot een verdubbeling. En meneer Ensinger, hoeveel migranten komen er uit niet-westerse landen waar het kabinet zo tegen het hoofd loopt? Dat zijn er zo'n 40.000 per jaar, schat ik op dit moment. 40.000, 50.000, maar er gaan er natuurlijk ook wel weer misschien wel 20.000 of 30.000 per jaar terug. In 2008 was het migratiesaldo
rond Marokkanen was 52. Ja, met Marokkanen. Marokkanen. Ja. En over het geheel gezien is misschien 10.000. 10.000. Het saldo lag de afgelopen jaar, het is iets gestegen de afgelopen jaar. Maar dan praten we dus over totaal andere bedragen. Ja. Dan praten we over aantallen van 300.000. Het loopt op met 100.000 tegelijk. En wanneer we het hebben in de politiek, dan hebben we het over massa-immigratie. En dan bedoelen wij daarmee altijd mensen uit moslimlanden. Hoe? Ik bedoel, is deze regering nog wel rationeel of zijn ze gewoon gek? Nou, ik zeg niet zo gauw van de regering dat ze gek zijn. Maar ik vind wel dat men zich over het algemeen te weinig verdiept in hoe het nou precies cijfermatig in elkaar zit. Welke categorieën er zijn en hoe je ook in die categorieën kunt sturen. Ik vind tegelijkertijd dat op een aantal punten waar wel degelijk knelpunten zijn, hebben we er een aantal gehoord rond huisvesting, arbeidsbemiddeling en zo, de regering te slap is in zijn optreden. En met als gevolg dat in feite niet die huisjesmelkers en die malafide uitzendbureaus en door de bevolking gezien worden als de boosdoeners, maar de migranten die daarvan het slachtoffer zijn. Ik denk dat ook de regering tijdens ons werk als commissie, we zijn al 5 maanden aan de gang geweest, heeft ze een aantal voornemens ook naar de Kamer gestuurd, waaruit ook blijkt dat ze dit aan wil pakken. Ja. Nou, ik denk dat met onze aanbevelingen dat nog wat aangejakkerd wordt en dat ook de feiten overeind zullen blijven en hopelijk de beelden die niet kloppen, verdwijnen. Maar er is nog wel veel werk te doen. Ik moet het hierbij laten. Nadia Bouras, Ger Koopmans, Han Ensinger, bedankt. Dit was ZOZ. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan.